Haag heeft er weer een gekkie bij. Abdou Koulani. Dat Abdou een antisemiet is, dat wisten we al. Maar dat hij nu ook vrouwen verrot scheldt op Facebook, dat is iets nieuws. Anneke, ga Nederlands leren schrijven, je blonde teef. Met je antisemitist en schandalig allochtoon. Ja, het bewijs dat je een achterlijk dom wijf bent. Weet je wat mogelijk is, Anneke? Die kop van jou, die is mogelijk. Ik sta hier met de vicevoorzitter van de Sidi Jonge organisatie, Hidde. Hallo, waarom demonstreer je hier? We demonstreren hier omdat we de uitlatingen die het raadslid Koulani vorige week heeft gedaan over die Israëlische scholieren. En daarna dat hij een mevrouw heeft uitgescholden via Facebook. Dat vinden wij ontoelaatbaar voor een raadslid. En daarom zijn we hier om te demonstreren. En weet je wat jij moet doen, Anneke? Je moet zo snel mogelijk uit Nederland gaan vertrekken en in zo'n Israëlische kolonie gaan wonen. Kun je lekker een landje afpikken van Palestijnen. Kun je Palestijnse kinderen doodgeschoten zien worden. Dat moet jij gaan doen. Daar hoor jij tussen. Dus dat zionistische gespuis. Vindt u normaal om vrouwen voor blonde teven uit te schelden? Als ze mij voor kanker Marokkaan uitmaken, dan scheld ik ze uit voor blonde teven. Ja, daar kun je vergeven op. Doet u dat ook tegen uw moeder? Als ze me zou uitschelden voor kanker Marokkaan, dan zou ik haar ook voor blonde teven uitmaken. Zou uw moeder ook uitschelden voor kanker teef? Jongens, even. Kijk, weet je wat? Kijk, jongens, luister even. Arnoud, wacht even. Laat maar even. Ja. Kijk. Wij zijn jullie hebben ons uitgenodigd van kom in gesprek. Ja. Nou, hier zijn wij. Precies. We lopen er niet voor weg. Nogmaals benadrukken, geen Partij van de Eenheid standpunt. Wij vinden de woorden ongelukkig gekozen, hebben ook duidelijk gezegd. Privé mening van de heer Koulani, mag hij. Heb ik hem ook op aangesproken, hebben we het debat over gehad. Je mag verschil van mening hebben binnen onze partij. Maar je scheldt wel voor rot voor blonde teef als ze niet eens zijn met je mening. Kijk, dat gaat... Als ze me discrimineren, meneer. Discrimineren? Ja. Vindt u, wat heeft hij gezegd dan? Kanker Marokkaan, rot op naar je eigen land en neem je kutvolk mee. Heeft u daar bewijs van? Ik heb er tientallen van dat soort berichten gehad. En ik heb ze niet bewaard. Nee, ik heb ze allemaal stuk voor stuk verwijderd. En dat die mevrouw dat vervolgens opslaat en ermee naar de media gaat en gaat knippen en plakken, dat is voor haar rekening. Dus je kunt het niet bewijzen? Ja, bewijzen, nogmaals, je moet het van mij aannemen dat ik niet zo... Moet ik dat zomaar aannemen? Mensen niet zomaar uitschelden, nee, dat doe ik niet. Zo sta ik niet... Nee, doet u dat niet? Daar heb ik toch op YouTube wel een aardig filmpje van gezien. Ja, precies, omdat die mevrouw mij heeft beledigd nog. Dat zei u niet. Nog, wat zegt u? Het was uw stem niet die dat zei. Dat zeg ik toch, u bent toch... Maar ik vroeg me af, van, zegt u dat tegen uw moeder ook wel eens als u ruzie hebt, als u een meningsverschil hebt? Als mijn moeder mij voor dergelijke zaken zou uitmaken, zou ik dat ook zeggen, ja. Zou u dan gewoon blonde teef tegen uw moeder zeggen? Als ze mij zou uitschelden met dat soort benamingen, wie weet, wellicht. Een Partij van de Eenheid, het klinkt best wel alsof je eenheid hebt, zeg maar. Nou ja, ik denk als iemand blonde teef zegt, ik denk niet dat je dan van de eenheid bent, toch wel? Als iemand me nogmaals uitscheldt en met racistische opmerkingen bejegent, dan ben ik een mens, zoals iedereen. Dus dan is de eenheid weg? Nee, dan reageer ik gewoon als mens. Dan heeft het met eenheid te maken. Dan is de eenheid weg. We zouden hier met jongeren van Sidi praten. Hoezo niet? Volgens mij kwamen we hier naar buiten om te hebben over het vermeende jodenhaatverhaal. Dat hebben we ontkracht. We hebben duidelijk gemaakt dat we... We hebben duidelijk gemaakt dat we slechte argumenten voorgegeven. Dat we een probleem hebben. We hebben een probleem met zionisme. Laten we dat even heel apart scheiden. We hebben niets. We hebben niets tegen Joden. We hebben ook. Er zijn. Er zijn ook heel veel. Er zijn officiële documenten waaruit blijkt dat het zionisme. Dat het zionisme door Adolf Hitler zelf. Dat zionisten een agreement hadden met Adolf Hitler. Op dit punt, daar bestaan gewoon documenten over. En die kinderen die hier zijn gekomen ook, die zijn ook allemaal zionisten. Het zijn niet mijn woorden, het zijn gewoon de feiten. Ja, het zijn de woorden van Kennedy. Ja, u mag mij wat vragen. Graag. Jongens, jouw collega wil even een paar dingen vragen. Laten we gewoon even naar elkaar luisteren. Laten we een fatsoenlijke dialoog hebben zonder elkaar in de reden te vallen. Vindt u blonde thee fatsoenlijk? Zonder te roeptoeteren. Kijk, wij zijn naar buiten gekomen omdat wij voorstander zijn van een fatsoenlijke dialoog. We gaan op de uitnodiging in. Kijk, we hadden er ook voor kunnen kiezen om lafjes binnen te gaan zitten en niet naar buiten te komen. Zo zijn wij niet. Wij staan voor waar wij staan als Partij van de Eenheid. Nogmaals, privé mening van de heer Koulani, niet de mening van de Partij van de Eenheid. Neemt u er wel afstand van? Deze meneer wilde wat vragen. En laten we niet door elkaar heen roeptoeteren. Maar neemt u afstand van die uitspraak? Ja, u zegt net, die heer Koulani, dat zijn zijn privéwoorden. Daar nemen we afstand van als partij. Nee, ik heb niet gezegd, neem we afstand van. Ik zei, de woorden zijn ongelukkig gekozen. Ja, dat is wel een verschil. En dat in 2014 ging het al mis met de IS. Ja, dat is een oude koeien uit de versloot. In 2014 ging het al mis met de tsunami van Allah over wat is je vraag? Wat is je vraag? Als de heer Koulani zo vaak in de fout gaat... waarom zegt u dan niet als partij, we kiezen een andere lijsttrekker? Kijk, meneer Koulani. Dat vraag ik me af. Kijk, wie de lijsttrekker wordt, daar zijn we nog helemaal niet over uit. De verkiezingen zijn pas over een jaar. Ja, kan nog alle kanten op gaan.
Daar hebben wij een ledenraad dat voor. Dat zou zwichten zijn voor zionistische terreur. Dat zal nooit gebeuren. Nee, dat zal niet zo snel gebeuren. Dat zou zwichten zijn. Dat zou nooit gebeuren. Nee, waarom? Maar waarom? Waarom zou ik, als mijn achterban absoluut achter die uitspraken staat en ook vindt, en niet alleen mijn achterban, maar ook alle weldenkende mensen. Ik heb een hoop steunbetuigingen gehad. Ja, het zijn ongelukkigheidsspraken in uw ogen. Maar ik heb een hoop steunbetuigingen. Nee. U vindt ze normaal? Iedereen die vindt dat de Palestijnse kwestie, een schandelijke kwestie is vanuit de kant van Israël, Israël met de Palestijnen omgaat. En daarmee Israël bestempelen als een zionistische terreurstaat. Die mensen zijn daar, die mensen staan aan onze kant. Dus waarom zou ik in godsnaam afstand moeten doen van iets wat eigenlijk niks anders is dan gewoon de waarheid verkondigen? Is het de waarheid dat kleine kinderen zionistisch zijn? Het is de waarheid. Wat zegt u? Is het de waarheid dat kleine kinderen zionistisch zijn? Ja, het zijn hun eigen benaming hoor. Ze hebben u heeft dat gezegd. De term zionisme hebben ze voor zichzelf gekozen. Het is geen scheldwoord overigens hoor. U maakt er wel een scheldwoord van. Ja, toch gebruik. U vindt dus dat die kinderen eigenlijk anti-Palestina zijn, terwijl ze niet eens oud zijn nog? Nou, het zijn de leiders. Dat ze nu al. Dat, ja. Het zijn de leiders in wording zoals werd gesteld. Dus dan denk ik dat ze vroeg of laat wel zich schuldig zullen maken aan allerlei wanpraktijken, ja. Vindt u niet dat die uitspraken een beetje lijken op die van Adolf Hitler? Dat vind ik wel wat ver gaan misschien. Maar het riekt natuurlijk hartstikke naar antisemitisme. Als je kijkt naar de definitie die het Europees Parlement deze week heeft aangeboden. Dan is inderdaad het over één kam scheren van alle Israëli's en dat zijn moordenaars. Dat is, het is wel gewoon antisemitisch. Ja, en wat doet dat met u? Ik vind dat belachelijk dat inderdaad een raadslid zich van zulke taal bedient. En ik vind dat daar moeten alle partijen en iedereen afstand van nemen. Oké, en ja, denkt u ook dat het gaat gebeuren? We zien een aantal partijen hier uit de gemeenteraad, onder andere de VVD, ChristenUnie, SGP, enkele raadzitten van de PVV zag ik net. Ik ben blij dat die hier zijn gekomen om dit te ondersteunen en dat gaat een goed signaal van uit. Dus dat is heel fijn.